project van Natuurmonumenten. Een woonboerderij die volledig CO2-neutraal verwarmingsinstallatie heeft. Die voorzien is van een green ecotherm, pellets en vegen of geplaatst door TMI. Zo ziet u dat wij van TMI Bos door het volledige land eigenlijk betrouwbare pelletinstallaties kunnen laten draaien. Natuurmonumenten heeft bewust voor deze oplossing gekozen in verband met de lange standtijd van de ketel, de kwaliteit en de duurzaamheid van deze ketel en de goede relatie met TMI Bos. Hier ziet u de buffertank opgesteld. De buffer waar alle pellets in gaan. Die is er bij Green Ecotherm in twee soorten te krijgen. In een 300 en een 600 liter buffertank. Deze vul ik nu met een zak pellets. Op de display van de brander kunt u een aantal zaken zien. U ziet dat op dit moment de ketel aan is. U ziet de aanvoertemperatuur. U ziet hier een aantal procenten. Daar staat voor FC, dat betekent fotocel. De brander houdt in de gaten hoe de vlam brandt via een fotocel. Hierboven ziet u dat hij aan het branden is. En u ziet dat hij brandt op 20 kilowatt. Pellets vallen via een vijzel in de brander. De brander die wordt opgewarmd door een verwarmingselement. En daarna ontstaat de goede brandtemperatuur van de pellets. Daarna stopt het verwarmingselement. De brander maakt zichzelf schoon, dat zult u zo zien. We doen zo de brander open. Door een mechanisch systeem dat ervoor zorgt dat de brander schoon blijft gedurende 1000 kilo pelletstook. Ik doe nu de deur open van de cv-ketel. Hier ziet u branden, de pelletbrander. De pelletbrander draait op dit moment op 20 kW. De bodem van de pelletbrander kan mechanisch opschuiven. Als de brander uitgaat, wordt de bodem mechanisch gereinigd. Dit zorgt voor een lange standtijd van de brander. Tot 1000 kilo pellets kan deze brander verbranden, waarna de ketel gereinigd moet worden.